leven heel veel mensen in de wereld die dolgraag weer naar huis zouden willen. Een voorbeeld is dit meisje, Bara Antar. Zij leeft nu al enkele jaren in Libanon, in een vluchtelingenkamp. Zij woonde met haar ouders in Syrië, in een buitenwijk van Damascus. En vanwege felle bombardementen daar zijn ze gevlucht naar Libanon. Een oom van hen had iets te maken met een vluchtelingenkamp in Libanon en zodoende zijn ze daar terecht gekomen. Zij is 10 jaar. Het viel erop in het kamp dat alle kinderen daar gewoon overdag wat aan het spelen waren, maar geen onderwijs kregen. En toen bedacht zij, dat moet toch anders kunnen, laat ik onderwijs gaan geven. Dus ze geeft nu samen met een andere vriendin van diezelfde leeftijd onderwijs aan groepjes kinderen die in het vluchtelingenkamp zitten. Maar ja, eigenlijk verlangt ze diep in haar hart vooral naar haar vriendinnen en ze hoopt die nog weer eens terug te zien in Damascus.